Persoonlijke werkplek is een hele belangrijke plek die alleen zichtbaar is voor jou als gebruiker. Hierin verzamel je alle bronnen die je onderweg tegenkomt en die je wil gebruiken. Nu heb ik alle ARTIS-resultaten hier staan. Hoe bewaar ik nou die fragmenten en die foto's en die artikelen? Dat kan ik op verschillende manieren doen. Allereerst kan ik het vastpakken en slepen. Deze foto's sleep ik naar mijn bestanden toe. Dit filmpje wil ik ook bewaren. Ik klik op de plus. En je kunt ook een geopende bron bewaren in je bestanden. Door te klikken op bewaar in mijn bestanden. Nu heb ik al deze bronnen bewaard. Ik kan het overzichtelijk maken door een nieuwe map aan te maken, die ik ARTIS noem. De nieuwe map is zo aangemaakt en ik zet mijn bronnen die ik net heb verzameld en die ik wil gebruiken in de map. Zo makkelijk gaat het, ze staan erin. Als ik nu naar de bronnen toe wil om daar verder mee aan de slag te gaan, dan ga ik naar de tab Mijn Werkplek. In Mijn Werkplek kom ik weer terecht in mijn map. Die kan ik openen, ik kan de naam wijzigen, ik kan een aantekening erbij maken. Bijvoorbeeld de bronnen verzameld voor werkstuk. Zodat ik het heel overzichtelijk maak voor mezelf. Als ik er nu op ga staan, zie ik dat staan. Ga ik naar de inhoud van de map. En dan kan ik hier met de pijltoets per bron kijken wat ik daarmee wil doen. Ik kan hem bewerken, ik kan de naam wijzigen, ik kan ook een aantekening maken, een kopie maken. Ik kan hem verplaatsen naar een andere werkmap, maar ik kan hem bijvoorbeeld ook doorsturen naar een andere edit-gebruiker. Met een opmerking erbij wil je hiernaar kijken. Sanne gaat nu kijken naar de bron en ik zie dat de bron verzonden is. En ze kan daarna kijken om te zien hoe zij het in het werkstuk wil gaan inpassen bijvoorbeeld. Goed, hier heb ik dus de bronnen verzameld, maar als ik van buiten edit ook materiaal wil gebruiken voor mijn werkstuk of les of wat dan ook, dan kan ik ook bronnen uploaden van buitenaf. Ik heb een bron gevonden buiten edit en dat is een tijger en die ga ik nu zoeken. Op mijn bureaublad heb ik hem staan, dat is deze, en ik klik op uploaden en de tijger is er ook bij. Zo simpel.